En nu doorpakken. Jullie zijn blij met 2,1 miljard voor de ouderenzorg. Maar ze roepen Den Haag op te stoppen met het politieke gekrakeel. En dan staat er in zin: stop met die nare politieke spelletjes. Beschamend en hypocriet. Wat bedoel je, Hugo? Nou, vorige week stond er een stuk in de Volkskrant. Uitstekend stuk van Frank Hendricks. Die had een reconstructie gemaakt van de manier waarop die 2,1 miljard... is uitgekeerd of beloofd. Mm-hmm. Ja, en daar blijkt uit dat heel veel Kamerleden enorm geschrokken zijn van de hoeveelheid geld. Dus aan de ene kant hebben ze massaal ons manifest bijvoorbeeld omarmd. Maar toen ze dachten van, jeetje, dat is wel veel geld, toen leek het wel of ze hun keutel liever hadden willen intrekken.